آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره ليوم الدين أما بعد فنداخل إن شاء الله تعالى زولف سيلستان باي أن كورت صورة مار دي هيلة خروتة ديبغاندة كراختغة بوتسخابة بفط د مكانس صور زوز فاي ديزة hebben behandeld in de voorgaande sessies, zijn korte soor. De boodschappen van de Koran, die waren kort, bondig en krachtig, gericht naar de Mekkanen. Gericht naar de mushrikien, die diep gezonken waren in polytheïsme. Dus het was een kwestie van de harten raken. En daarom zijn de Mekkaanse soor, zeggen de geleerden, altijd kort en krachtig. Korte ayat en korte hoofdstukken. Waaronder ook Surat al-Asr. Surat al-Asr, waar we het over gaan hebben, is een hele bijzondere sora. Het bevat zoveel grote, belangrijke betekenissen en boodschappen, dat Imam Shafi'i, rahimahullah, over deze sora zegt, لو ما أنزل الله حجة على خلقه لهذه الصورة لكفتهم. الله زخت. أص الله سبحانه وتعالى. Enkel en alleen deze sura zou hebben geopenbaard, dan zou dat voldoende bewijs zijn voor de gehele mensheid om te weten wat hun plicht is om na te komen. In andere woorden, deze sura bevat hele belangrijke fundamenten die terugkomen in het gehele geloof. En terugkomen in hetgeen wat van de dienaar verwacht wordt. En wat hem uiteindelijk de verlossing zal brengen. Allah subhanahu wa ta'ala opent deze sora na Bismillahirrahmanirrahim. Met zijn woorden. Wal asr. Deze luwaw is de luwaw al-qasam. Luwaw al-qasam in het Arabisch is deze luwaw. Wat meestal vertaald wordt als en. En dan is het al-atf. Ja, en. Maar hier, deze luwaw wordt vertaald als zweren bij. Bij. Dan lezen we ook in veel vertalingen. Bij de tijd. Bij de tijd. In andere woorden. Allah zweert bij de tijd. Wauw al-qasam. En Allah subhanahu wa ta'ala is vrij om te zweren bij wat hij wil. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah wordt niet ondervraagd over hetgeen hij doet. Terwijl de mensen wel ondervraagd worden. Zij moeten verantwoording afleggen. Allah subhanahu wa ta'ala is vrij. Om te zweren bij datgene wat hij wil. In tegenstelling tot de dienaar. De dienaar mag alleen zweren bij Allah subhanahu wa ta'ala. Of bij een van zijn eigenschappen. De profeet sallallahu alaihi zegt. Men kana halifan falyahlif billah. Degene die zweert, laat hem dan zweren bij Allah. Men halafa bi ghayri illahi faqad kafara aw ashrak. Degene die bij iemand anders zweert dan Allah, diegene is in polytheïsme of ongeloof vervallen. Maar Allah subhanahu wa ta'ala zweert bij wat hij wil. En hij is daarin vrij om te zweren bij wat hij wil. En wanneer Allah subhanahu wa ta'ala zweert bij iets, dan doet hij dat om datgene te benadrukken. En om het belang te benadrukken. En duidelijk te maken, zodat wij inzien dat hetgeen wat Allah subhanahu wa ta'ala waar hij bij zweert, dat het iets is waar we ons op moeten focussen. En waar wij goed stil bij moeten staan en goed moeten overpeinzen. We zien dat Allah subhanahu wa ta'ala zweert bij de tijd. Al-Asr is de tijd. In meerdere hoofdstukken heeft Allah subhanahu wa ta'ala gezworen bij de tijd. Wad-duha, dat is de begintijd van de dag na zons. Opkomst, na zonsopkomst, die periode heet de Duha. En Allah heeft gezegd bij Wal-Fajr. Wal-Fajr, dat is de ochtendstond. De Fajr, wanneer het licht van de zon ergens aan de hemel horizontaal zichtbaar wordt. Waarbij dan ook het gebed wordt verricht, Salat al-Fajr. Dat is een bepaalde tijd. Zo zien wij dus dat Allah subhanahu wa ta'ala alles zweert. Wal-layl, bij de nacht. Hij zweert bij de nacht. En dat is ook
De tijd aan het einde van de dag, wanneer het donker wordt en de zon ondergaat. Allah subhanahu wa ta'ala zweert bij al deze tijden. Waarom? Om het belang ervan te benadrukken. Die tijd waar Allah azza wa jalla bij zweert, zijn al die seconden, en minuten, en uren, dagen, weken, maanden en jaren. Het is, Allah subhanahu wa ta'ala zweert daarbij, omdat dat jouw grootste en belangrijkste en meest belangrijke startkapitaal is waarmee jij het paradijs kunt binnentreden. Waarmee jij de verlossing kunt behalen, dat is vanwege deze tijd die jou geschonken is. Het is waardevoller dan bezit en geld. Elke bezit wat je vandaag hebt, kun je kwijtraken. En morgen zul je wellicht het dubbele daarvan weer hebben. In tegenstelling tot tijd. Elke seconde die voorbij gaat van ons leven, kunnen wij nooit meer terughalen. En de meest machtige, meest vermogende persoon op aarde, die kan de tijd, die kan jou geen seconde geven. Die kan jou geen minuut geven. Als die ene seconde of minuut voorbij gaat, dan zul jij nooit in staat zijn om die terug te halen. En dit geeft aan hoe belangrijk die tijd is. Het is het startkapitaal waarin jij in die tijd, middels die tijd, datgene dient te verrichten wat jij hoort te verrichten om het paradijs binnen te treden. Dat vindt plaats in die tijd. En degene die dat benut, die zal verlost worden. Die zal het paradijs binnentreden. Die zal een mooie toekomst tegemoet gaan. En degene die het verpest en verwaarloost, diegene zal behoren, wa'idhu billah, tot de ongelukkige. De profeet s.a.w. zegt, Igtanim khamsan qabla khams. Benut vijf zaken, alvorens vijf andere zaken. Waaronder hij noemde, Shababaka qabla haramik. Benut jouw jeugd. Dat is een fase in jouw leven. Dat is tijd. Dat zijn die jaren, dat zijn die seconden en minuten. Die fase, die gouden tijd van jouw leven, die moet jij benutten. Door goed te studeren, goede daden te verrichten, je tijd goed te benutten en zoveel mogelijk uit jouw leven halen. Waak over jouw gezondheid. Kennis vergaren. Kennis verspreiden. Da'wa verrichten. Een goed voorbeeld zijn voor de gemeenschap. Projecten opstarten. De gemeenschap dienen. Bijdragen aan de samenleving. Dat gebeurt in de bloei van jouw leven. Want dan ben jij op je sterkst. En heb jij de meeste... Zijn de kwaliteiten die je dan hebt, die zijn dan volgroeid. En compleet. Shababaka qabla haramik. Jouw jeugd alvorens jouw ouderdom. We weten dat de mens na de jeugd, wanneer hij op een gegeven moment het toppunt heeft bereikt, de hoogtepunt van zijn leven bereikt, zal de mens achteruit gaan. Fysiek, mentaal, zal de mens zwakker worden. En dat is de ouderdom. Je bent niet meer goed in staat om dingen op te nemen, te studeren, zoals je dat was in je jeugd. Je bent niet meer fysiek in staat om bepaalde daden te verrichten, net zoals in je jeugd. En zo dien zweert Allah zo dus bij de tijd vanwege het belang dus van die tijd, dat ons leven is. Dus benut vijf zaken van vijf andere zaken. Shababaka qabla haramik. Jouw jeugd, benut jouw jeugd alvorens jouw ouderdom. Hoeveel mensen vandaag de dag hebben de ouderdom bereikt? En die hebben spijt dat zij in hun jongere jaren niet hebben gestudeerd. Die spijt hebben in hun jongere jaren dat zij bepaalde dingen niet voor elkaar hebben gekregen. En zich niet hebben ingezet. Of niet voldoende hebben ingespannen. Te veel tijd hebben verspild. Aan zaken die niet nuttig zijn. De profeet zegt, وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ.
En benut jouw leven, jouw gehele leven. Dat zijn die uren, die jaren, die dagen, die weken. Benut jouw hele leven, alvorens jouw dood. Als jij komt te overlijden, dan zul jij inzien wat de waarde is van die minuten en seconden en uren. Hetgeen waar we nu zo gul mee zijn, met die uren en tijd, wat wij hier en daar verspillen. Als wij komen te overlijden, dan zullen wij echt de waarde inzien van al die uren en seconden en minuten. En dat hetgeen was wat, als indien wij het genoeg benut zouden hebben, wij een mooiere toekomst tegemoet zouden gaan in het paradijs. De profeet sallallahu alaihi wasallam zegt een andere overlevering. La tazula qadama abdin yawm al-qiyama hatta yus'ala an arba'. De voeten van de dienaren zullen zich niet verroeren. De voeten van de dienaren zullen zich niet verroeren op de dag des oordeels, alvorens hij ondervraagd wordt over vier zaken. An shababihi fima ablah. Aan zijn jeugd. Waaraan heeft hij dat gesleten of versleten? Hoe heeft hij dat ingevuld, zijn jeugd? Wa'an hayatihi fima afnah. En zijn leven. Hoe hij dat heeft geleefd. Jij zult daar worden ondervraagd. En jouw voeten, yawm al-qiyamah, die zullen zich niet verroeren. Totdat jij gevraagd wordt over deze vier zaken, waaronder twee vragen over jouw tijd. Over jouw tijd. En daarom zweert Allah subhanahu wa ta'ala bij de tijd om ons bewust te maken van het belang ervan. Je hebt tijd gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala. En in die tijd, middels die tijd, moet jij het maximale verrichten om jouw kans zo groot mogelijk te maken om het paradijs binnen te treden. Een van de vrome mensen. Daarvan is bekend dat er een keer een man naar hem toe kwam. En deze vrome man, die kende de waarde van tijd. Die kende de waarde van zijn tijd. Waarop er een man naar hem toe kwam. En hij zei, oh die en die, ik wil even met jou praten. Waarop deze vrome man, die waakzaam was over zijn tijd, hij zei tegen hem, hou de zon vast. Zorg dat de zon stilstaat. Die man zegt tegen hem, ik wil met jou praten. En deze vrome man zegt, als jij ervoor kan zorgen dat jij de zon stil laat staan aan de hemel, dus in andere woorden, dat de tijd niet verstrijkt, dan ga ik met jou praten. In andere woorden, ik heb geen tijd voor jou om met jou te praten. In zaken die niet nuttig zijn. Ik focus mij op belangrijke zaken. Mijn tijd is te kostbaar om deze aan jou te verspillen. Aan onnozele praat. Mijn tijd heeft, ik heb belangrijke prioriteiten om mijn tijd te investeren. Waar ik mijn tijd aan investeer. Hier zien wij een mooi voorbeeld hoe zij waakzaam waren over hun tijd. En daarom, degene die waakt over zijn tijd. Min alamati al-maqti tadji' al-waqt. Een van de bekende gezegden onder de vrome is: min alamati al-maqti wal-a'udhu billah, min alamati al-maqti tadji' al-waqt. Een van de tekenen dat Allah azawajal woedend op een persoon is, is dat diegene zijn tijd verwaarloost. Zijn tijd verspilt, wal'iyadhu billah, aan onzinnige zaken. De hele dag in de koffiehuis. De hele dag onzinnig in een shisha lounge. De hele dag op de hoek van de straat. Waar ben je mee bezig? Wat doe je jezelf aan? We hebben die minuten en seconden en uren en dagen keihard nodig. Om goed daden te verrichten. Om kennis te vergaren. Om dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala te komen. Ook om ons werelds op orde te krijgen. Om onze inkomsten op een eerlijke manier te verdienen hebben we tijd voor nodig. Om kennis te vergaren qua ons geloof hebben we tijd voor nodig. Om onze kinderen juiste opvoeding te geven. Omwille van Allah. Om hen op te voeden als goede moslims. En daar beloning voor te krijgen. Hebben we tijd voor nodig. Dus die tijd hebben wij hard nodig om ons doel te bereiken, namelijk het paradijs. Allah azza wa jalla zegt, wal asr. Inna al-insana lafi khusr. Voorwaar, de mens leidt verlies. De mens bevindt zich in verlies.
de mens van nature, of alle mensen, el listigraq, de soort mensen, alle mensen, die lijden verlies. Innal ins, voorwaar, dit is een benadrukking, voorwaar, innal insan, wie benadrukt dit? Allah subhanahu wa ta'ala, degene die de mens geschapen heeft. Voorwaar, de mens bevindt zich in verlies. Als innal insan lafi khusr. En lafi, die benadrukking, lafi khusr, voorwaar, de mens bevindt zich zeker in verlies, leidt verlies. En daarna komt de uitzondering, alhamdulillah, van deze mensen die verlies lijden. En als we praten over verlies, dan moeten we het heel algemeen nemen. Het grootste verlies. قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. In de insan lafi khusr, de mens bevindt zich in verlies. De mens is verloren, verdoemd. En het grootste verdoemen is, wa'l'adhu billah. قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ, zeg o Mohammed, tegen de mushrikeen. قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, zeg o Mohammed tegen hen, de werkelijke verliezers, die verdoemd zijn, zijn degene die zichzelf verloren hebben. Ze zijn zichzelf verloren in het helfuur. Verloren door de zonde, in de zonde te vervallen. En achter de lusten en begeerten te gaan. Zonder te kijken of iets halal of haram is. قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. En het zijn degenen die zichzelf verloren hebben in het half uur. En hun gezinnen verloren hebben. Die zij verwaarloosd hebben. Die zij kwijt zijn geraakt. Waarmee zij niet samen worden gebracht om de qiyama. خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Zij zijn degenen die hun zichzelf en hun gezinnen verloren hebben, yawm al-qiyamah. Ze zullen niet het paradijs binnentreden vanwege, wa'l'iyadhu billah, of hun ongeloof, of hun polytheïsme, of dat zij hun tijd niet op de juiste manier benut hebben, wa'l'iyadhu billah. Ala thalika huwa al-khusranu al-mubin. Voorwaar, dat is de werkelijk, dat is het grootste verlies. En dan heb je het verlies in de dunya. Dat je wereldse verlies. Dat je door je tijd niet te benutten en geen die tijd niet te benutten om kennis te vergaren, verlies je op het gebied van kennis, waardoor iemand met onwetendheid komt te zitten. En dat is een ziekte, wa'l'iyadhu billah. Dat is een tekortkoming. Dat iemand zich bevindt in een duisternis van onwetendheid. Verlies, wereldse verlies, is dat degene vanwege tijdverspilling, vanwege tijdverspilling, ook zijn wereldse zaken niet op orde heeft. Omdat diegene constant aan het uitslapen is. In de ochtend slapen, in de avond slapen. Zijn hele leven is één grote winterslaap. Maar dan een levensslaap. Subhanallah. Dat is het grootste verlies. Op wereldsniveau heeft niks bereikt. Op religieus vlak niks bereikt, geen kennis vergaard die hem in staat stelt om goede daden te verrichten, om een nabije plekje te hebben bij Allah subhanahu wa ta'ala, om een voorbeeld te zijn voor zijn gemeenschap van dienst te zijn. En dat is de wereldse verlies. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Behalve, hier komt de uitzondering, van die groep, van die verliezers, wal'iyadhu billah, is er een groep die niet behoren tot de verliezers, maar tot de winnaars. Illa alladhina amanu, behalve degene die geloven. En als we spreken over degene die geloven, dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala hier, dan moeten wij begrijpen dat degene zijn die geloven in Allah subhanahu wa ta'ala op basis van kennis. Ze hebben de kennis vergaard. Ze hebben de kennis tot zich opgenomen. De kennis van het overpeinzen van de schepselen van Allah subhanahu wa ta'ala in de hemel en aarde. Wat hen in staat stelt om de overtuiging te hebben dat Allah azza wa jalla die schepper is. Het overpeinzen van de tekenen in de hemel en aarde. En dan de tekenen
in de Koran en de Sunna van de Profeet sallam. En op basis van die kennis en bewijzen in het heelal en in de natuur, die duiden op de grootheid van Allah azawajal, die duiden op de eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En vervolgens de verzen en de tekenen in de Koran, in de Sunna, die duiden op dat Allah azawajal de schepper is van hemel en aarde. En dat hij de enige is die terecht heeft om aanbeden te worden. Dat hij de enige is die terecht heeft om aanbeden te worden. Dat blijkt uit de Koran en Sunna. En het blijkt uit al datgene wat geschapen is door Allah subhanahu wa ta'ala. Wat overeenkomt met de fitra. Waar Allah azawajal de mens op heeft geschapen. Dat er een schepper moet zijn. Er moet iets zijn daarboven. Waar wij alle van afhankelijk zijn. Illa alladhina amanu. Zij geloven op basis van kennis. Op basis van argumenten, bewijzen. Op basis van hun logisch verstand. Waarbij zij weten dat de schepselen die zij om hen heen zien. En hoe perfect die geschapen zijn. Dat het alleen maar het werk kan zijn van een alwijze, almachtige schepper. Van een almachtige maker. En dat wordt weer bevestigd in de Koran en Sunna van de profeet sallam. En daarin wordt bekend dat Allah azawajal diegene is. Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Jullie Heer is degene die de hemelen en aarde heeft geschapen. Fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh. In 6 dagen heeft hij die geschapen. En vervolgens heeft hij zich boven zijn troon verheven. Subhanallah. Illa alladhina amanu. Zij geloven in Allah azawajal dat hij de schepper is, dat hij bestaat. Dat hij de enige is die terecht heeft om aanbeden te worden. En zij geloven in zijn woorden en in zijn profeten en boodschappen die hij gestuurd heeft. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Nadat zij deze kennis hebben en bewijzen hebben en de overtuiging vervolgens hebben, laat ze het niet bij zoals sommige mensen vandaag de dag. Wanneer zij opgeroepen worden tot het verrichten van goede daden. Opgeroepen worden tot het nakomen van de verplichting van Allah subhanahu wa ta'ala. Is in mijn iman, is in mijn hart. Ik heb een goed hart. Kom, verricht jouw gebed. Ik heb een goed hart. Blijf uit de buurt van die zonde. Nee, ik heb een goede intentie. Ik heb een goede intentie. Die beste zuster, draag je hijab. Ik heb een goed hart. Het hijab zegt niks. Is niks. Allah heeft jou de hijab voorgeschreven. Nee, de hijab zegt niks. Ik heb een goed hart. En dat is voldoende voor mij. Allah azawajal zegt, draag je hijab. En je zegt, nee, mijn hart is goed. En is voldoende. Kom broeder, kom naar de moskee. Verricht jouw gebed. Ik heb een goed hart. Het is niet nodig. Ga zo maar door. Nee, de daden. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Behalve degene die geloven en goede daden verrichten. De daden zijn een aanleiding om het paradijs binnen te treden. Wa tilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun. En dat paradijs hebben jullie slechts geërfd door datgene wat jullie verricht hebben aan daden, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Het gaat om de daden. En als datgene wat zich bevindt in jouw hart ook echt daadwerkelijk goed is, jouw intentie is goed en je hebt iman in jouw hart, dan zal dat naar buiten weerspiegeld worden aan de hand van goede daden. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Elke goede daad waar Allah azawajal van houdt. Elke daad waar Allah van houdt is een daad van aanbidding. Is een goede daad. Het gebed verrichten is een goede daad. Jouw hijab dragen is een hele goede daad. Jouw oprechtheid is een goede daad. Jouw ikhlas, jouw zuivere intentie, dat je iets omwille van Allah azawajal doet, is een goede daad. Jouw mooie woorden richting jouw broeders en zusters waarmee jij de beloning van Allah azawajal wil, is een goede daad. Jouw goedheid jegens jouw buren is een goede daad. Jouw goedheid jegens jouw ouders is een goede daad. Waken over jouw lichaam, over de gezondheid van jouw lichaam, zodat jij Allah subhanahu wa ta'ala optimaal daarmee kunt aanbidden, is een goede daad waar je voor beloond wordt.
tijd doorbrengen met jouw echtgenote op een halal manier is een goede daad. Jouw kinderen, tijd met jouw kinderen doorbrengen en hen opvoeden met de islamitische opvoeding is een goede daad. Een sadaqa geven aan de behoeftigen is een goede daad. Alles wat Allah azawajal van houdt is een aanbidding en is een goede daad. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Nadat wij die kennis hebben en de overtuiging die daaruit voortvloeit, moeten we overgaan tot daden. En daarna is het niet voldoende om alleen ons te beperken tot onszelf. Alhamdulillah. Ik geloof in Allah azawajal, mijn iman is sterk. Ik kom mijn verplichtingen na. Ik blijf uit de buurt van het haram. Van de zonde. Ik gehoorzaam Allah subhanahu wa ta'ala. Klaar, ik ben binnen. Het is voldoende. Nee. Surat al-Asr. Allah zou zeggen, je bent nog niet klaar. Het is nog niet voldoende. Jij bent nog niet voldoende uit die groep gehaald van de verliezers. Je behoort niet volledig tot de winnaars. Jij moet nog bepaalde voorwaarden aan voldoen. Klopt, je hebt geloofd in Allah azawajal op basis van kennis. Je hebt de juiste overtuiging, de juiste aqida. Je weet hoe je in Allah azawajal moet geloven. In zijn namen en eigenschappen. Die passen bij zijn grootheid. Die wij niet mogen ontkennen. Ook niet mogen verdraaien. Maar wij geloven erin zoals Allah azawajal dat zichzelf heeft toegekend. We geloven in zijn bestaan. We geloven in zijn heerschappij. We geloven in zijn alleenrecht op aanbidding. En wij gehoorzamen hem in de verplichtingen en in de geboden en verboden. En verrichten zoveel mogelijk goede daden om hem tevreden te stellen. Is dat voldoende? Is het nog niet voldoende? En zij roepen op tot de waarheid. Zij roepen op tot die kennis die zij vergaard hebben. Zij roepen op tot de islam. De zuster die haar hijab draagt en haar khimar draagt, mashallah, zij is nog niet klaar. Zij dient haar zusters ook uit te nodigen naar de khimar. Degene die waakt over zijn gebeden, het is nog niet voldoende. Hij dient nog aan zijn broeders en zusters uit te nodigen naar het gebed. Degene die Allah azawajal gehoorzaamt en ze vindt op het juiste pad, is nog niet voldoende. Hij dient zijn omgeving ook uit te nodigen naar het bewandelen van het rechte pad. En zij sporen elkaar aan tot de waarheid. Zij sporen elkaar aan om de Koran en Sunna te volgen. Ze sporen elkaar aan om naar de moskee te gaan. Ze sporen elkaar aan om goede daden te verrichten. Ze sporen elkaar aan om uit de buurt te blijven van verboden zaken. Zij verrichten da'wa. Ze zijn een voorbeeld middels hun verschijning. Een voorbeeld voor anderen. Middels hun uiterlijk zijn ze een voorbeeld van anderen. Middels hun daden nodigen ze uit naar anderen. Nodigen ze uit naar Allah azawajal. Middels hun woorden en daden nodigen ze uit naar de islam. En ieder van ons. Dit geldt niet alleen voor imams of geleerden. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Zeg, o Mohammed, dit is mijn weg. Waarbij ik uitnodig naar Allah. على بصيرة. Op basis van kennis, niet op basis van onwetendheid. أنا ومن اتبعني. Ik en zo ook degene die mij volgen. Dus zowel de profeet Mohammed sallam als elke volgeling van de profeet Mohammed sallam zijn een uitnodiger naar Allah subhanahu wa ta'ala, naar Allah subhanahu wa ta'ala op basis van kennis, afhankelijk van dienstkennis en niveau en mogelijkheden. En ieder van ons. En ieder van ons is een uitnodiger naar de islam. Afhankelijk van zijn toestand, afhankelijk van zijn kennis, afhankelijk van zijn capaciteiten. De ene heeft de kennis, mashallah, om uit te nodigen naar de islam op basis van kennis. Die dient dat op die manier te doen. De ander heeft niet veel kennis, maar is financieel vermogend. Diegene dient uit te nodigen naar de islam middels zijn vermogen. Door boeken te drukken, pamfletten over de islam te drukken, mooie projecten te financieren, waarbij mensen uitgenodigd worden naar de islam. Islamitische centra onderhouden. Uitnodigers tot de islam financieren, zodat zij hun tijd volledig kunnen investeren
om uit te nodigen naar de islam. En de ander heeft nog kennis en nog vermogend, maar mooie karaktereigenschappen. Nodig uit middels jouw karaktereigenschappen. Wees een visitekaartje naar de islam. En ga zo maar door. En ieder op zijn manier. En op basis van zijn niveau. Wat is dat voldoende? Nee, dan ben je nog niet klaar. Je bent dan nog niet uit die groep verliezers. Jij behoort nog niet volledig tot de winnaars. De overwinning is niet zomaar iets. Het paradijs is een waardevol goed van Allah subhanahu wa ta'ala. Het is niet goedkoop. Het paradijs is niet zomaar te verdienen. Na al ditgene wat we gedaan hebben, is nog niet voldoende. Is nog niet voldoende. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. En zij sporen aan om geduldig te zijn. Nadat zij zelf geduldig zijn, sporen zij elkaar aan om geduldig te zijn. Want al dat voorgaande, de kennis vergaren, die waar de juiste overtuiging uit voortvloeit in Allah subhanahu wa ta'ala, aangaande zijn profeten en boodschappers, en de dag des oordeels, vereist geduld. De goede daden verrichten op basis daarvan en waken over de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala vereist geduld. Het kan soms heel zwaar zijn om uit de buurt te blijven van de haram. Het kan heel zwaar zijn soms om de hijab te dragen. Het kan soms zwaar zijn om de gebeden te verrichten. Het kan zwaar zijn om Allah subhanahu wa ta'ala te gehoorzamen. Vereist geduld. Het uitnodigen van de mensen naar de islam vereist geduld. Je wordt zwart gemaakt. Je wordt uitgemaakt voor extremist. Je wordt uitgemaakt voor ronselaar. Je wordt uitgemaakt voor heilig boontje. Je wordt uitgemaakt voor hypocriet. Vereist geduld. En daarom dien diegene geduldig te zijn. En ook anderen aan te sporen om geduldig te zijn. En daarom, Deze betekenissen gaf Luqman al-Hakim door aan zijn zoon. En Allah Azza wa Jal heeft deze vastgelegd in de Koran, zodat de gehele mensheid in staat zal zijn om deze te blijven lezen en te horen tot aan Yawm al-Qiyamah, vanwege het belang ervan. Ya bunay, hij zegt Luqman al-Hakim tegen zijn zoon, o mijn zoon. Ja, boene, hij spreekt met zijn zoon. Hij houdt van zijn zoon. Hij wil het goede voor zijn zoon. Ja, boene, aqim as-sala. Verricht het gebed. Nadat hij hem de juiste overtuiging heeft meegemaakt. In takum ithqalu habbatin min khardal, fatakum fi sakhra, aw fi as-samawat, aw fi al-ard, ya'ti bi Allah. Hij vertelt hem over de juiste overtuiging. De iman in Allah azza wa jal. Dat hij alles ziet. Dat niks voor hem verborgen is. Dat een mosterdzaadje, waar het zich ook maar bevindt in hemel en aarde, Allah ziet het. En dan haalt het tevoorschijn. De overtuiging. Ila ladhina amanu. Wa amilu salihat. Ya bunay aqim as-sala. O mijn zoon, verricht het gebed. Waak over het gebed. Breng het gebed tot stand. Want dat is het contact tussen jou en Allah subhanahu wa ta'ala. Dat zijn de daden. En een van de belangrijkste daad. Het gebed. Het eerste waar je over wordt ondervraagd in de qiyamah. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Dit is وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. يَا بُنَيْ أَقِمِ الصَّلَاةِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Verricht het gebed. En zij verrichten goede daden. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. الدَّعْوَة. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ. Roep op tot goede. Dat is wat تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. Oproep tot goede. وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ. Verbied het slechte. Wees niet medeplichtig. Wanneer jij iets ziet gebeuren wat haram is, zeg er wat van. Corrigeer diegene. Of diegene nou luistert of niet, is niet jouw zaak. Jij moet het veroordelen. Jij moet diegene erop wijzen. En wat diegene ermee doet, is tussen hem en Allah subhanahu wa ta'ala. Dan is het Luqman al-Hakim. Wasbir ala ma asabak. En wees geduldig met datgene wat je overkomt. Want als jij al die dingen doet, dan zul jij geduldig moeten zijn. Totdat je Allah tegenkomt. Want je zult op jouw weg moeilijkheden en obstakels tegenkomen. Wees dus daarom geduldig. En daarom
Afsluitend, geliefde broeders en zusters. We hebben gezien hoe prachtig deze sora is. En de belangrijkste zaken bevat, de belangrijkste fundamenten bevat van datgene wat van de mens gevraagd wordt. En wat het, waar het succes ligt van de mens. En wat de voorwaarden zijn waar de mens aan zou moeten voldoen om het succes, het wereldse en het hiernamaalse succes te bereiken. En wat de gevaren daarvan zijn. Vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons allen te laten behoren tot die ene uitgezonderde groep die voldoet aan al die voorwaarden waarmee zij daarmee behoren tot de overwinnaars. Salat wa ta'ala bi asma'il husna wa sifat ula. أي جعلنا جميعا من الفائزين ومن السعداء آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته